Wat voor verschillende soorten boards heb je nou? Nou, een aantal. Er zijn inderdaad freeride-snowboardje heb je, een allround snowboardje en freestyle-snowboardjes. Freeride houdt in dat je inderdaad wat meer voor het knallen, dus wat harder de piste af, een stabiele boordje wil hebben voor snelheden. Je hebt een allroundje die een beetje van alles wat kan, een beetje spelen, een beetje snel. En je hebt eventueel ook nog een freestyle-snowboardje waarbij je dus inderdaad wat meer kan spelen in een park of kruinen, relen. Ja. En als je nou begint, wat voor een snowboard neem je dan? Dan pak je een allround snowboard. Niet al te duur. Leuke setprijs in het begin. Toch een beetje een redelijke prijs voor een bindingboordje. Want als je een wat duurdere plank neemt, dan is hij vaak ook wat beter, wat sterker opgebouwd. Waardoor die ook wat moeilijker wordt voor een beginner. Moet je ook nog bindingen hebben? Ja, klopt. Want anders kom je naar de berg niet af. Je hebt wat goedkopere bindingen inderdaad. In combinatie met een setje. Dus dan heb je ook niet echt heel erg veel nodig. Dan is hij wat soepeler. Geeft hij wat weer mee. Dit is bijvoorbeeld een wat goedkopere binding in combinatie met een setboordje. Deze die heeft een wat simpelere heelstrip. Maar wel goed aanpassend aan de wreef. Waardoor die dus wel voor minder drukpunten zorgt. Een duurdere binding, dan pakken we deze er even bij. Dit is een wat duurdere binding. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij een directe respons heeft. Dus dat is wel echt specifiek een freeride binding. Dan heb je ook nog de toe cap strap. Dat is deze. Die zorgt ervoor dat de schoen of de hiel of de hiel van de schoen wat meer gefixeerd wordt in de achterkant. De schoenen. Dit is een wat goedkopere schoen. Past zich iets minder aan de voet, maar past zich wel aan. Hij is ietsje soepeler en daardoor ook heel erg geschikt voor een beginner. En deze is duurder? Dit is een wat duurdere schoen inderdaad. Wat stijver. Die zorgt er inderdaad voor wat minder stabiliteit met freeride snowboarden. En hier zit een self-fit voering in. En die zorgt ervoor dat hij helemaal naar je voet gaat staan. Dit is een impact short. Zeker goed voor een beginner, maar dan ook zeker een voorgewordene. In een park, halfpipe, freestylen, grinden, railen.